Goedenavond. Ik ben wel goed te horen, toch? Goedenavond. Hartelijk dank voor het feit dat u hier bent. En oh, helemaal op zo'n onaangename avond als vandaag. Ik zal mij voorstellen. Mijn naam is Itziar Muñoz. Ik werk op het Instituto Cervantes, op de culturele afdeling. Zijn er misschien mensen hier die niet weten wat het Instituto Cervantes is? In ieder geval zal ik het even uitleggen. Het is een officiële instelling die als taak heeft om het Spaans in zijn meest brede zin te verspreiden. Dat is niet alleen het Spaans van Spanje, maar ook het Spaans van Latijns-Amerika. En ook de andere talen die in Spanje worden gesproken, zoals het Baskisch, het Catalaans en het Galicisch. Dat zijn talen die wij allemaal stimuleren en propageren. En op een zo multidisciplinair mogelijke manier. Daarom zijn er in 50 landen meer dan 90 institutos Cervantes op 4 continenten. Het is dus een heel breed netwerk. Het werk van het instituto Cervantes wordt altijd gedaan in samenwerking met instituties van de landen waar de institutos zich bevinden. En daar is deze avond in OBA ook een voorbeeld van. En wij vinden het ook belangrijk om het contact tussen het Spaans en het Nederlands te promoten. Dat ziet u ook op deze avond. Deze avond is een aflevering in de serie Ontmoetingen met schrijvers. En we hebben Amalia de Tena. Ik zal iets, een beetje biografische informatie geven over haar. Ze heeft Spaanse letterkunde gestudeerd in Barcelona en woont al enkele decennia in Nederland. Ze werkt als docent Spaans en ze had een periode waarin ze aan haar stembanden was geopereerd en niet mocht spreken. Toen mocht ze alleen schrijven. En toen is ze begonnen met haar eigen herinneringen op te schrijven. En zo is haar eerste roman ontstaan op basis van haar familie of van haar herinneringen, maar ook met fantasie. En dat op haar 64-jarige leeftijd. Maar u ziet, dat zou je haar niet geven. Het boek heet Ik geef je een wit paard cadeau. En het is verteld in het Nederlands door de hele bekende schrijver en vertaler Else Pelgrom. Zij is niet fysiek in de zaal aanwezig, maar wel online. Het is uitgegeven door de prestigieuze uitgeverij Ambo Antos. En het heet dus Je krijgt van mij een wit paard cadeau. Het is vorig jaar mei in Nederlands verschenen en het is nu later, na de Nederlandse versie, in Spanje verschenen. Amalia de Tena is onder andere in El País geïnterviewd, maar zij vindt het niet zozeer een triomf. Maar goed, het is een roman die zij in de loop van 1 jaar in het Spaans en het Nederlands heeft laten verschijnen. En dat is toch wel bijzonder. Zij wordt vanavond geïnterviewd door Herman Koch, bekende schrijver. Maar hij is, misschien wist u dat niet, een van de meest vertaalde en meest gelezen schrijvers in Spanje. Vijf van zijn romans zijn in het Spaans verteld. Het gesprek gaat vanavond in het Spaans plaats hebben met simultaan vertaling naar het Nederlands. Wij gaan het hebben over Amalia, over haar scheppingsproces en over deze bijzondere omstandigheid, hoe het is om eerst een roman in het Nederlands te
laat verschijnen. En daarna in het Spaans. En ik heb bijvoorbeeld vragen. In welke taal denkt zij? In welke taal schrijft ze het liefst? Maar ongetwijfeld zal Herman Koch dat willen vragen. Na afloop van het gesprek van de dialoog is er ruimte om enige vragen te stellen vanuit het publiek. En dankzij de online boekhandel El Rincón del Libro, die ons altijd steunt, is na afloop ook voor de boeken van beide schrijvers verkocht hierbuiten. En dank uiteraard aan de OBA, zoals altijd. En dank aan Amalia, aan Herman Koch en aan Els Pelgrom en aan OBA, waar we altijd zo welkom zijn. Itziar, dankjewel. Welkom, welkom iedereen. We gaan hier een beetje kletsen over het boek. Over het boek Ik geef je een wit paard cadeau van de schrijver Amalia Detena. Het is vorig jaar in het Nederlands verschenen en dit jaar, in april van dit jaar, in het Spaans. Er is nog iets wat ik wil zeggen. Toen het boek uitkwam in Spanje, in Madrid, waar de uitgeverij is gevestigd, toen kon Amalia daar door omstandigheden niet bij zijn om het boek daar te presenteren. Er waren ook heel veel media die haar wilden interviewen. Het boek speelt in de regio Extremadura. En vooral veel boekhandels in Extremadura wilden het ook graag publiceren. Maar dat is allemaal niet doorgegaan. En daarom zien wij dit een beetje als de presentatie in het Spaans. Over vragen, wat Itziar al zei. Ik zou u in het publiek willen vragen om op, als u iets wilt zeggen of vragen, wacht u niet tot het einde. U kunt gewoon uw hand opsteken en zeggen bijvoorbeeld dat is niet waar. Of wat jullie nou zeggen over Franco, dat klopt helemaal niet. En vragen mogen in het Nederlands of in het Spaans. Amalia gaat hoe dan ook de vragen in het Spaans beantwoorden, maar de vragen mogen wel in het Nederlands zijn. Ja, klopt dat? Ja. Ik kan ook wel in het Nederlands antwoorden. Maar dat wordt misschien voor de tolk een beetje een chaos. Pero bueno, yo creo que no pasa nada, sigue. Eso es como en casa. Bij ons thuis is dat ook zo. Ik wil eigenlijk iets vragen. Mag ik u tutoyeren? Nou, op één voorwaarde. Als we weer thuis zijn, dan wil ik wel graag gefouilleerd worden. Ja, uit respect, hè? Ja, helemaal prima. Ja, zo is onze verhouding. Amalia zegt jij tegen mij en ik zeg u en mevrouw tegen haar. Een van de belangrijkste en krachtigste aspecten van dit boek, ik ben objectief, hè? Wat ik wilde noemen, een van de belangrijkste dingen, is de stem, de houding van de hoofdpersoon, het meisje. Aan het begin is ze nog maar 9 jaar en toch is ze heel overtuigd van zichzelf. En in de loop van het boek wordt ze ouder. Op het eind is ze 17 en het gaat heel geleidelijk. Zou je een stukje kunnen voorlezen? Dat ga ik doen. Oh, het is jammer dat de tolk dat niet van tevoren wist. Het wordt in het Nederlands. Amalia gaat in het Nederlands voorlezen. Denk ik. Bueno,
De hoofdpersoon, Ana de Sotomayor, heeft veel problemen met de katholieke godsdienst. Ze gaat naar een nonnenschool en ze begrijpt niet wat er wordt uitgelegd in de godsdienstles, catechismusles. Ik ga een klein stukje voorlezen waar zij vertelt, waar zij uitlegt hoe dat ze het niet begrijpt, dat ze die wereld met hoe dat nou zit met God en de Heilige Drie-eenheid en de Heilige Geest. De tolk gaat het improviseren. Wat ik niet had begrepen is dat er drie verschillende goden waren. Eentje is de Vader en die heeft geen lichaam. Dat is een gigantisch oog in de hemel. Dat oog ziet alles en hij verklapt alles, hij verklikt alles aan de pastoor. Dus je kunt wel proberen te liegen, maar dat heb je niks aan. Wat ik niet begrijp is of het oog je ook kan zien op dagen dat het bewolkt is, of dat je dan je wel iets kunt permitteren. De andere god is de Heilige Geest en dat is een duif. Maar als het een duif is, kan het geen geest zijn. Geesten zijn onzichtbaar, toch? En God de Zoon, die heet Jezus Christus. Dat was een hele lieve man die in het stal geboren is. En die ons allemaal kwam redden. Haar moeder was de maagd, Maria. En haar vader was de heilige Jozef. Want zijn echte vader was de duif. En ik vond hem heel leuk, want hij kon heel veel. Hij kon allerlei mensen helpen en hij kon de zee laten opensplijten, zodat zijn vrienden er doorheen konden lopen zonder natte kleren te krijgen. Maar hoe kon zijn vader nou een duif zijn? Dat snap ik niet. Een duif? De duif kan toch niet de vader van Jezus Christus zijn? De vogels leggen toch eieren? En dat heb ik tegen moeder Tomasa gezegd en die werd boos. En ze wordt altijd boos als ik mijn vinger opsteek omdat ik iets niet begrijp. En ze antwoordde dat ik geen geloof had. Dus toen kwam ik thuis en toen vroeg ik aan mijn moeder wat dan geloof hebben betekent. En moeder legde uit, dat betekent dat je dingen gelooft, ook al kun je ze niet zien. Bijvoorbeeld geloven in drie koningen. En als je geloof hebt, dan komen je wensen uit. Ik heb geloof dat papa en mama weer van elkaar gaan houden en dat we weer gelukkig worden. Prachtig. Prachtig. In dit fragment zie je hoe het meisje de dingen interpreteert. En daardoor ze heeft een hele naïeve toon. En over de duif, dat vogels eieren leggen. Het is ook de katholieke religie is heel gecompliceerd. Hoe heb jij deze stem gevonden, de stem van het meisje? Was de stem? Heb je hier aan moeten werken of was deze stem er gewoon direct? Nou, het zou arrogant zijn om te zeggen dat het makkelijk is geweest. Makkelijk is het niet geweest. Maar ik moet zeggen dat de eerste fragmenten op een heel spontane manier zijn ontstaan. Misschien omdat ik aan het herstellen was van een operatie. En mijn familie uit Spanje belde heel veel. Maar ik kon niet praten. Dus ik kreeg Herman aan de telefoon als tussenpersoon. Ik kon geen les geven. Ik hoefde dus ook geen les. Voor te bereiden. En toen kwamen mijn jeugdherinneringen opeens terug.
Ik heb mijn stem. Ik was mijn stem kwijt, de stem van de volwassen Amalia. Maar in plaats daarvan kwam de stem van het meisje dat ik ooit was terug. Of tenminste, het meisje dat ik denk dat ik was. Voor zover je dat kunt beoordelen na zoveel jaren. Mijn eerste vraag is dan. Is het voor jou. Was het helpend voor jou dat jij dit verhaal in Nederland bent begonnen te schrijven, zo ver van Extremadura verwijderd? Want ik denk dat misschien mensen in het publiek denken, waar piep is Extremadura? Dat is een hele afgelegen streek, hè? Wij zijn verschillende keren in Extremadura geweest. In Mérida, waar Amalia is geboren, is een heuvelachtig gebied met eikenbosjes en wilde varkens, waar de beroemde ham van wordt gemaakt. Er zitten vast vegetariërs in het publiek, dus ik zal niet te diep ingaan op de smaak van de ham. Maar Extremadura is moeilijk te vinden. Het is makkelijk om er voorbij te rijden, want voorbij Extremadura ligt Andalusia met steden als Granada, Sevilla, Córdoba. Dat is waar mensen vaak naartoe gaan. Maar net voor Andalusia, aan de grens met Portugal, ligt Extremadura, met de bekendste stad Mérida. Dat is de grootste Romeinse stad buiten Italië, buiten Rome. Maar het is de moeite waard om een keer te bezoeken. In welk opzicht ben je beïnvloed door dit decor, deze achtergrond van dit lege, dit dun bevolkte gebied, Extremadura? Wat is de rol van de landstreek voor jouw roman? Maar ik had dus ook de vraag of het voor jou iets betekend heeft dat jij juist in Nederland dit boek hebt geschreven. De afstand en het in een ander land wonen maakt dat je meer objectief naar dingen kijkt. Ik weet niet of ik hetzelfde boek had kunnen schrijven als ik in Extremadura had gewoond. Dan zou ik misschien veel meer geremd zijn geweest. En het feit dat je je familie dan dichterbij hebt, maakt dat je meer angst voelt en meer terughoudend bent in wat je wilt schrijven. Maar ja, ik was in Nederland en ik dacht, niemand gaat lezen wat ik schrijf. Ik kan zeggen wat ik wil, ik doe wat ik wil. Want ik dacht toen niet dat het in Spanje, ik dacht überhaupt niet dat het gepubliceerd zou worden. Want als je denkt dat de mensen over wie het boek gaat het gaan lezen, dan voel je je niet vrij om de dingen zo te schrijven als je ze wilt zeggen. En Mérida is als stad, ligt in een regio die het grote vergeten Spanje wordt genoemd. Het is een heel ruraal gebied. Het is het gebied waar de industriële revolutie als allerlaatste is gekomen, toen allang in bijvoorbeeld Baskenland of Catalonië al allerlei industrie was. Toen was dit nog een heel ruraal gebied met grootgrondbezitters. Die vaak woonden de landeigenaren in Madrid en kwamen die alleen om te jagen bijvoorbeeld, met hun vrienden. Maar het land werd veel minder bewerkt dan in andere regio's.
En daardoor was het een streek met heel veel armoede. En de verhouding tussen de landarbeiders en de grootgrondbezitters waren nog bijna feodaal. Dat is veel langer zo gebleven dan in andere delen van Spanje. En mijn vader was geen groot aristocraat, maar hij kwam wel uit een familie van landbezitters. En ik heb als kind de grote klassenverschillen gezien. De dagloners woonden bijna in grotten, in holen. En het was echt schandalig. En als ik dan uitlegde waarom zij zo leefden, dan werd mij uitgelegd, nou, ze moeten werken en ze sparen het geld op voor de winter. Zo werd het aan mij uitgelegd. Mijn vader is failliet gegaan. Ik hield altijd dat idee dat hoe arm de landarbeiders waren. En de landarbeiders beseften dat bijvoorbeeld hun kinderen niet konden laten doorleren. En daarom verhuisden ze, gingen ze naar het noorden, waar ze meer mogelijkheden hadden. En daardoor bleven er geen dagloners over. En werd het land vaak niet werkt, terwijl de landeigenaren hun land helemaal niet bewerkten. En die hebben toen hun land verkocht. En dat was onvruchtbaar land. Dat is ook wat met mijn vader ook gebeurt. En dat geldt toch. Veel families hebben een dergelijke ontwikkeling meegemaakt. Je bent al aan het mixen tussen de roman, want het is fictie, en jouw eigen geschiedenis. Ik begrijp dat. Want het is makkelijker als je over mensen schrijft die echt geleefd hebben of echt leven, maar die nooit zullen lezen. En dat geldt uiteraard voor de mensen die al overleden zijn. Die gaan het zeker niet lezen. Heeft dat jou extra geholpen? Naast de afstand ook het feit dat er veel van je personages toch al overleden waren? Zodat ze het niet verkeerd zouden opvatten? Want er zijn ook levende personages die nog leven. Alle journalisten die een schrijver interviewen, zitten altijd de vraag, wat is er autobiografisch, wat is er fictie? En dat zou ik jou ook kunnen vragen, want het is een mix. Maar denk jij op enig moment, hoe gaat bijvoorbeeld mijn zus dit opnemen? Want je ouders waren al overleden toen je begon te schrijven, toch? Of leefde je moeder nog? Nou, toen ik begon met schrijven, leefde mijn moeder nog. En ik wilde een experiment doen. Ik wilde haar een stukje voorlezen om te kijken wat ze er vond. En toen zei ze, kind, wat prachtig, maar je gaat het niet publiceren, toch? Dit zijn dingen van de familie. Dit moeten andere mensen niet lezen, toch? Dus toen besefte ik dat ik het nooit zou publiceren bij het leven van mijn moeder. Want dat zou haar echt pijn hebben gedaan. Maar ik dacht, in het Nederlands kan het wel uitgegeven worden. Dat begrijpt ze toch niet. Daarom wilde ik aanvankelijk niet dat het in het Spaans uit zou komen. De hele generatie die in dit boek voorkomt, zoals oma Paca, grootmoeder Paca, ze heeft een andere naam, toch? Ja, en die ga ik niet noemen. Het is een afschuwelijk personage in het boek.
Zij leeft niet meer. De generatie die het nog kan lezen, is mijn generatie. En toen het in Spaans zou uitkomen, heb ik direct het manuscript aan de nog levende personages gestuurd. En die vonden het heel mooi. En die zeiden, grootmoeder Paca was nog veel erger. Je hebt er niet heftig genoeg beschreven. Maar als die oudere generatie nog in leven was geweest, zou ik het niet in het Spaans hebben willen uitgeven. Misschien in het Nederlands wel. Mijn zus, die in het boek Maria del Mar heet, die werkelijk Maria José heet, ik dacht dat zij boos zou worden. Zij was heel verwend. Ik was heel verwend als kind. En zij speelde altijd de baas. Maar in het boek zie je dat ze ook een heel beschermende zus werd. Maar aan het begin is ze niet, is heel bazig en kattig. En ze zei eerst tegen me, ik heb geen zin om verdrietige dingen over het verleden te lezen. Maar later zei ze, oké, ik ga het lezen. En ze vond het mooi. Ze was ontroerd. En ze zei dat ze het heel mooi vond. Heel ruimhartig van haar. Mijn ervaring is, ik schrijf soms een portret van mensen die ik ken en die herkennen zichzelf niet. En er zijn soms ook mensen die kwaad worden omdat ze denken dat ik hun heb beschreven, maar dat is helemaal niet zo. Dus degenen die het meest boos worden, zijn degenen die niet in je boek voorkomen. Heb je dat ook meegemaakt? Ja. Er zijn een paar neven in Mérida die vroegen me of er nog een deel 2 komt. En dan zeiden ze, ik heb heel lang... Maar dan legde ik uit dat ik niet iedereen wilde beschrijven. Nee, dat zeiden ze dan. Wij hadden ook graag in het boek willen zitten. En mijn schoonzus vroeg, waarom zit je broer er niet in? En ik zei, nou, ja, dat past er eigenlijk niet bij. Dus er zijn mensen die er juist heel, heel graag in hadden gezeten. En wij zijn altijd voorzichtig geweest. Wij komen niet in elkaars boeken voor, toch? Tot nu toe. Tot nu toe. De belangrijkste rode draad in het boek is de verhouding van de hoofdpersoon Ana de Sotomayor met haar vader. Mag ik je vragen hoe jouw verhouding met je vader was? Of nee, ik wil je eerst vragen, wat voor vader had jij? Wat voor mens was jouw vader? Want als je het boek leest, dan doet hij best rare dingen, bijvoorbeeld. En ik geloof dat dat iets is uit jouw jeugd. Toen Amalia en haar zus klein waren en naar school gingen, en het regende, dan zei de vader, jullie hoeven niet naar school, het regent. Jullie blijven thuis. En dan gingen ze poker spelen met de vader. Want dat vond hij veel leuker. Hij speelde liever poker met ze dan dat ze naar school gingen. Maar wat voor vader had jij? Ik neem aan dat veel mensen in het publiek het boek ook al hebben gelezen.
Het lijkt een heel sympathiek iemand, maar niet iemand van die altijd 100% rationeel was. Maar het was zeker geen slecht mens. Hij was niet agressief. Maar hoe was jouw vader voor jou? Nee, andere vraag. Ik bewonder hoe jij in het boek die vader hebt weten te beschrijven als heel sympathiek, maar tegelijkertijd dat je ook zijn gekte ziet. Ja, het is een bijzonder personage. Bijvoorbeeld dat hij ons verbood om naar school te gaan als het regende. Dacht ik, ja, in Extremadura regent het bijna nooit, gelukkig. Want anders zouden we altijd thuis hebben gezeten. En ik was toen 8 jaar. En mijn vriendinnetjes die konden echt geen poker spelen. Maar ik leerde dat dus van mijn vader. En we speelden niet om geld, we speelden om kikkererwten. Gelukkig. Als Ana klein is in het boek, was ze een heel gelukkig meisje. Haar vader was heel knap. Hij was een heldhaftige vader. En als de nonnen op school haar straf gaven, dan ging hij naar school en dan verdedigde hij zijn dochter. En dat was in die tijd totaal niet gebruikelijk. En de nonnen waren bang voor hem. Terwijl in die tijd ouders de docenten of de nonnen niet tegenspraken. Meisjes werden opgesloten in de rattenkamer, in de kamer van de ratten. Maar mijn vader ging dan naar school en hij riep dan uit, wat is dit? Hoe kunnen jullie meisjes opsluiten in een kerker als de slaven uit de oudheid? En dan nam hij me mee. Ik weet niet of dat nou echt pedagogisch krachtsterk was, maar ik idealiseerde hem. Maar toen het gezin is op een gegeven moment zowel economisch als ook in andere opzichten helemaal ingestort. Zowel zijn vader als zijn broer op hele tragische wijze gemist. En hij werd een raardere vader. Hij wilde altijd binnen blijven met de zonwering dicht. Hij wilde niet meer naar buiten. En als kind begrijp je dat niet. Waarom is je vader opeens zo veranderd? En dat was moeilijk voor mij als meisje van 9. En ook bijvoorbeeld dat hij gezichten doorkraste op foto's. Maar Ana denkt nooit dat het een monster is. Soms denkt ze wel dat ze zou willen dat hij dood was, omdat ze ziet dat hij haar moeder kwaad doet. Ja, de moeder van. Het was een excentrieke vader, een vreemde vader. Heb je het idee dat er bij jou iets veranderd is doordat je het boek hebt geschreven? Ben je bijvoorbeeld je vader meer gaan haten of juist meer gaan liefhebben door het boek, hoe je het
dat je geschreven hebt. Nou, dat is opmerkelijk, want bij sommige fragmenten moest ik bijna huilen tijdens het schrijven, omdat ik me zo identificeerde met Ana de Sotomayor. En ik dacht, wat een erge vader. Soms moest ik ook lachen. Ik geloof niet dat ik het boek als therapie heb geschreven, maar het heeft me geholpen om mijn vader beter te begrijpen en om mijn vader te kunnen vergeven. En het is ook een eerbetoon aan mijn moeder. De moeder is in het boek veel sterker dan de vader. Zij is het die de familie op de been houdt. Dus het is een eerbetoon waarin je kunt zien dat zij degene is die vecht voor haar kinderen. En ook mijn dochter, mijn zus, Maria del Mar. Zij is echt een hele grote steun en bescherming voor Anna, kleine zusje. Het portret van je moeder is heel mooi. Want zij was het die het geld binnenbracht. Dat er eten op tafel kwam, was dankzij haar. Je vader was wat dat betreft onverantwoordelijkheid. Hij was een verwende voormalige landeigenaar. En hij had het idee dat werken iets beneden zijn niveau was. De moeder van Ana de Sotomayor werd verliefd op Luis de Sotomayor, de vader. Ja, mijn vader. Maar hoe denk je dat je in het boek laat zien hoe denk je dat je moeder met hem samenleefde? Vond ze hem alleen maar een ramp of was er nog liefde? Ik denk dat ze allebei heel onvolwassen waren. Maar mijn moeder kwam uit een familie waar wel gewerkt werd. En zij heeft besloten om werk te zoeken en geld te verdienen. Ze moest wel, maar zij was heel naïef. Terwijl mijn vader heel veel fantasie had en altijd thuis kwam met verhalen. En dan zei hij, Eugenia, ik heb alles opgelost. Jouw moeder heet Amalia, toch? We gaan naar Sevilla, ik heb een hele goede baan en ik ga erven van opa. Mijn moeder geloofde alles. Mijn moeder slikte het allemaal. En ik denk dat ze altijd nog verliefd op hem was. En zij was zo onschuldig. Ze vertelde dat toen ze klein was, dat als ze tegen haar werd gezegd, kijk eens Amalia, daar een vliegende ezel, dan geloofde ze het. En dat is denk ik, die naïviteit heeft gemaakt dat ze het uithield met mijn vader. En wat was de vraag ook alweer? Je had iets anders gevraagd, toch? Nou, nee. Of voor jouw moeder je vader alleen maar ellende was, of dat ze hem ook van hem hield. Nou ja, mijn vader was soms een ramp, maar hij had ook hele goede dagen en hij was knap. En zij zei wel je vader is een heel goed mens, maar dat is een, hij was het allebei. Hij was ook verbitterd. En als hij geld had, was hij heel vrijgevig. Het was geen gezonde mix voor de familie. Ik heb Amalia's vader gekend. Maar in het echte leven is het nog wel anders dan in de roman. Amalia dijo,
Als ik daar thuis kwam om 11 uur 's ochtends, dan zei hij: hallo Herman, wil je een whisky? En ik durfde geen nee te zeggen. Nee, ja, want hij was dan om 12 uur al dronken. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, nou ja, dat hij dronk heel veel. En een ander aspect. In het boek is de dictatuur van Franco heel duidelijk aanwezig. Want het meisje Ana de Sotomayor groeit op in een dictatuur. Ze moet het Carol Sol zingen en de fasciste groet uitbrengen met de geheven arm. Dat heb jij in je kindertijd ook meegemaakt, toch? En er zijn ook hele komische scènes. Net zo grappig als het stukje over de duif en de Heilige Geest. Daar heb je ook over het frankisme geschreven. En over de non die het meisje vraagt. Wie is Franco? En dan antwoordt ze een dictator, omdat ze dat van haar vader heeft gehoord. En dan krijgt ze straf, moet ze naar het schoolhoofd, omdat ze kwaad heeft gesproken van Francisco Franco. Misschien zijn er mensen in het publiek die niet weten wie Franco was. Maar ja, het was geen Rutte. Ietsje erger nog. Ja, ietsje. Niet heel veel erger, toch? Nee, behoorlijk wat erger. Sorry. Hoe was dit voor jou? Want jij hebt een groot deel van je leven in democratie doorgebracht in Nederland en ook in Spanje. Maar je hebt ook vormende jaren, de eerste 18 jaar van je leven, in een dictatuur geleefd. De Franco-dictatuur is een beetje de achtergrond, het decor van het boek. De vader van Ana is een monarchist. Hij ziet Franco als een boerenpummel, een analfabeet. Ja, haar vader is totaal niet links. Hij was conservatief en monarchist, maar dus wel tegen Franco. Ik weet nog hoe Spanje in die tijd rook en hoe triest Spanje in die tijd was. Het was een viezige, verdrietige tijd. Mensen konden niet openlijk over politiek praten. Mensen praten wel, maar stiekem. En in Mérida waren verhalen, er waren familieleden over mensen die republikein waren geweest, anderen die aan de kant van Franco stonden, en er was nog heel veel geheim en heel veel repressie. Op school leerden wij. Op school leerden wij hoe goed Franco was. En geschiedenis werd alleen maar bekeken vanuit het gezichtspunt van het frankisme. Maar ik heb het staartje van de Franco-dictatuur meegemaakt. Hè? Want het boek speelt eigenlijk tijdens de laatste jaren van het frankisme. En in die tijd was er al meer opening. En toch was het nog een hele onderdrukkende en duistere, moerasachtige tijd. Hier in Nederland was altijd een discussie in de jaren 60 en 70. Was er altijd een discussie of je wel op vakantie mocht gaan in een land wat een dictatuur was. Of je met een schoon geweten naar Spanje op vakantie kon. En op het strand gaan liggen, terwijl het volk werd onderdrukt door een fascistische dictator. Dat leefde toen in Nederland. Hoe zie jij dat?
Vind jij dat de toeristen in hun eigen land hadden moeten blijven? Of waren ze welkom? Want Franco wilde juist graag dat Spanje een toeristenland zou worden. Vanwege de economische... Vanwege de financiën. Wat vind jij? Hadden... Ja, ik denk dat het goed was dat mensen kwamen. Het feit dat Spanje een toeristisch land was en dat toeristen kwamen, heeft geholpen. Heeft de Spanjaarden geholpen om andere werelden te leren kennen. Want de grenzen waren dicht. De enige informatie die kwam, was de informatie die de toeristen met zich meebrachten, de vakantiegangers. En zo ontdekten mensen dat er andere dingen gebeurden buiten te ontgrenzen. En ik hoorde voor het eerst helemaal geen talen bijvoorbeeld. Kregen jullie geen Engels of Frans? Nee, totaal niet. Een beetje Frans wel. We hadden een non die Frans sprak. We moesten zinnetjes vertalen. En ze kwam en ze zei bonjour, mes enfants. En dan, hoe gaat het met u? En dan moesten we zeggen très bien et vous. Dat is al het Frans wat ik heb geleerd. En zij sprak het vous uit als foe. Maar ze zei foe, dat betekent, later ontdekte ik dat dat gek betekent. Maar, en dat was mijn Franse conversatieles. En Engels totaal al niet. Helemaal niet. En ondertitels bestonden niet. Alles was nagesynchroniseerd. Dus mensen denken soms wel, wat spreken Spanjaarden weinig talen? Maar dat mensen die van mijn leeftijd leerden totaal geen talen. Nu is het wel een beetje anders, hè? Ja, een beetje anders. Een beetje beter. Bijvoorbeeld films die worden nagesynchroniseerd en de titels die worden veranderd. Want weet iemand in het publiek bijvoorbeeld hoe de film The Sound of Music in het Spaans heet? Het is Sonrisas y Lágrimas, glimlachen en tranen. Yo siempre de broma digo, bueno, esta película igual también se llama Sonrisas y Lágrimas, cuando siempre, vemos uno de Hollywood. Y, no sé. Tú no nos tomas en serio. Y ya neemt het niet serieus, hè? Resumiendo, piensas, porque está bien, porque mucha gente se está comiendo todo el coco y la conciencia. Veel mensen un país, una dictadura, piekeren over die vraag. Of ze nou juist wel naar een dictatuur moesten, in een dictatuurvakantie moesten doorbrengen. Laten wij dan volgende zomer naar Noord-Korea gaan. Nou ja, als ze naar binnen mogen. Ja, maar of ze er ook weer uit mogen. In het Spanje van Franco mochten toeristen naar binnen en naar buiten. Dat is wel iets anders dan de communistische landen, bijvoorbeeld. Kijk, en Spanjaarden mochten ook reizen. Spanjaarden mochten weg, in tegenstelling tot mensen uit communistische landen die niet weg mochten. Ja, Franco was heel flexibel. In dit soort dingen was hij heel flexibel en op zijn oude dag werd hij modern. Ik wilde nog iets anders vragen. We kunnen naar aanleiding van het boek over heel veel verschillende dingen praten. Maar iets anders. Er wordt gezegd dat jij, Amalia, samenleeft met een andere schrijver. Ja. Ja.
Sí. Sí, comparto. Vale. Dat klopt. Hoe is het om samen te leven met een schrijver? Helpt dat of is dat juist heel onderdrukkend? Is het moeilijk? Moet je je eigen territorium bevechten? Ja, een territorium afbaken. Ja. Ik probeer mijn eigen territorium te hebben. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik probeer het maar. Ik kan geloven dat het wel uit te houden is, maar ik weet niet hoe lang nog. Nee, dat is nieuw voor mij. Ja, kijk, als je indiscrete vragen stelt, krijg je indiscrete antwoorden. Nee, even serieus, hoe gaat het in de praktijk? Hebben jullie beide je werkkamer? Of werken jullie samen aan dezelfde tafel? Hoe, op welke manier kan het leuk zijn als twee schrijvers een huis delen? Nou, die schrijver met wie ik samen leef, is iemand die heel graag fragmenten voorleest, die hij net heeft geschreven. Dus ik zit heel rustig, ik zit bijvoorbeeld mijn broodje te eten en dan hoor ik, mag ik je een stukje voorlezen? En dan zeg ik, ja, doe maar. Maar goed, ik kan dat met hem ook doen. En zo kunnen we. We kunnen aan dezelfde tafel werken, zonder ruzie. We schelden niet, we worden niet boos, we duwen en slaan niet. En lees jij ook stukjes voor? Lees jij ook stukjes voor aan jouw man? Ja. En hoe reageert hij dan? Heel goed. Heel goed. Hij is heel geduldig. Want het probleem... Het probleem als je een roman schrijft... is, kijk, als een kind een tekening aan moeder laat zien... Kijk eens, mama, een mooie tekening. En dat je moeder dan zegt... Hartstikke mooi, doe er nog eentje. Maak er nog eentje. Maar goed, dat kan met een roman niet. Dus ik denk... Het feit dat wij aan elkaar stukjes kunnen voorlezen... lijkt me heel goed. Ik zeg dan bijvoorbeeld wel, mag ik mijn broodje opeten? Nee, moet nu meteen. Nee, nou ja, oké. Ik zou wel eens van dichtbij willen zien hoe dat gaat bij jullie thuis. We kunnen nog veel meer over het boek praten, maar ik ben ook wel benieuwd of er vragen uit de zaal zijn. Vragen mogen zowel in het Spaans als in het Nederlands. Als jullie fragmenten aan elkaar voorlezen, laten jullie dan ook beïnvloeden door de mening van de ander? De tolk heeft de vraag niet helemaal verstaan. Et tu? Hij niet. Ik eigenlijk ook niet. Ik geloof... Heeft iedereen de vraag begrepen? Nee, even serieus. Je mening geven over wat er voorgelezen wordt...
En dat de ander daar, die dan, dat de ander dan nadenkt over je mening. En die vervolgens besluit of het iets is waar hij iets aan heeft. Maar soms is de schrijver er toch van overtuigd dat hij het niet gaat veranderen, ondanks het commentaar van de ander. Maar voorlezen aan de ander. Het lijkt een beetje op wat Herman Moeder laat zien. Maar kijk, schrijven is iets wat je in je eentje doet. En het is troostend om het aan iemand te kunnen voorlezen. En dat er naar geluisterd wordt. Maar het is ook heel behulpzaam. Want je kunt natuurlijk ook in stilte voor jezelf voorlezen. Maar het is veel prettiger als je iemand anders erbij hebt. Maar als ik iets voorlees aan Amalia, dan zegt zij bijvoorbeeld vaak: Herman, dit heb je al 80 keer geschreven. Bijvoorbeeld dat ik weer een scène schrijf of dat ik weer heel negatief doe over een leraar op school. Dan zegt ze, oh, dat heb je al 80 keer gedaan. Ja, iedereen heeft nu eenmaal zijn stokpaardjes. Maar er zijn schrijvers die altijd tevreden zijn, die altijd zin hebben om te schrijven. En er zijn andere schrijvers die zoiets hebben, oh, wat is dit toch zwaar werk? Waarom doe ik dit toch? Hoe zou jij jezelf, waar positioneer jij jezelf? Als ik iets heb geschreven wat goed is, dan ben ik heel tevreden. En dan ben ik de volgende dag ook blij. Maar als ik het niet goed vind, denk ik, oh nee, afschuwelijk. Waarom kan Amalia, je bent 64 jaar, waarom ben je dit gaan schrijven? 65, nee toch. Mijn debuut was toen ik 64 was, hè? Oké, sorry. Jij bent ouder. Ik ga jouw leeftijd niet noemen. Ik ga je niet plagen. Zijn er nog meer vragen? Een vraag over het feit dat het boek in het Spaans is geschreven en vertaald en welke rol dat speelt. Het is eigenlijk toevallig zo gelopen. Wat ik dacht is dat alle gedachten die ik had over mijn kinderjaren. Herman had altijd al gezegd dat het interessant zou zijn om het op te schrijven. Maar ik dacht dat we al genoeg schrijvers in huis hadden. En ik had zoiets van, nee, waarom zou ik nou ook gaan schrijven? Ik had ook zijn succes meegemaakt en zijn ervaring. En ik had eigenlijk niet zo'n zin om het zelf mee te maken. Maar hij is een slimmerik en hij zei tegen me, schrijf dan maar gewoon, schrijf maar gewoon op. En toen hij de eerste fragmenten had gelezen, toen zei hij, want hij zei eerst dat misschien dat hij het verhaal kon schrijven als ik hem wat ideeën zou geven. Maar toen hij het had gelezen, zei hij, nee, dit moet jij zelf schrijven. En ik dacht zelf eigenlijk dat het vooral interessant zou zijn voor Nederlandse vrienden. Ik moest stoppen met mijn werk op school, omdat ik niet mocht praten. En ik had op dat moment een heel laag zelfbeeld. En ik dacht, ik moet iets anders doen. En daar heeft het mij heel erg voor geholpen. En toen zei ik tegen de vertaalster, het is mijn schoonzus Els Pelgrom. En zij, haar Spaans is heel goed. En zij wilde het heel graag lezen.
En zij heeft de eerste 60 bladzijden gelezen en ze zei, wat geweldig. En toen vroeg ik, kan je een paar pagina's vertalen, zodat ik het aan Nederlandse vrienden kan laten lezen? En zo kwam het. Toen is ze gaan vertalen. En een literair agent las die vertaling en die zei, Amalia, dit kan uitgegeven worden. En daarom is de Nederlandse versie eerst uitgekomen. En toen heb ik het geluk gehad dat de Spaanse uitgeverij de rechten heeft aangekocht. Het is allemaal toeval geweest. Het was allemaal toeval geweest. Maar ik schrijf in het Spaans. Ik zou niet in het Nederlands durven schrijven. Els is mijn zus. En jij moest wel doorschrijven om haar nieuwe hoofdstukken te geven om te vertalen. Hè? Zij heeft jou gedwongen om door te werken. Ja, zij stimuleerde mij om door te schrijven, want zij zei dat ze klaar was en dat ze meer wilde. En dit gebeurde allemaal in de coronatijd. Dus er was ook niet veel ander werk te doen. Schrijven en vertalen. Ja, dat is waar, Herman. Goed. Heeft er nog iemand een vraag? Je volgende boek? Oh, mijn god. Ik heb wel veel korte verhalen geschreven. En twee of drie hoofdstukken van een roman. Maar ik weet niet of het echt een vervolg wordt op het boek wat ik heb geschreven. Dat weet ik niet. Want ze zeggen ook altijd dat de tweede delen altijd tegenvallen. Maar ik ben nog wel aan het schrijven. Ik heb ontdekt hoe graag ik dat doe. Dus ik ga er zeker wel mee door. Ik ben geen verbitterde schrijver. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Nee, jij gooit ook de computer niet uit het raam. Nee. Ja, bij jou is het anders. Als iemand jouw computer aanraakt, dan gooi jij die persoon op de grond. Nee. Tranquilidad. Wie zorgt er voor koffie? Dat doe ik. Dit is wel heel intiem, maar goed, we zitten hier ook in een intiem gesprek. Ik ga vroeger naar beneden, naar de keuken, dan Amalia, dan maak ik koffie en dan lees ik wat. En dan ontvang ik een appje van haar. Meestal met alleen maar de emoji van die handen en een kopje koffie. En dan weet ik, oké, nu is het tijd. En dan antwoord ik. Soms vraag ik. Dan komt ze. Maar het koken doe ik, hè? Andere vraag? Nee, het is waar. Dat is helemaal waar. Hij zorgt voor de koffie en ik zorg voor het eten. Ja, we hebben dat geluk. We vinden het fijn om samen aan tafel te zitten schrijven. En het maakt ons allebei niet uit waar we zijn. We hebben allebei niet een bepaalde setting nodig, een bepaalde tafel en dat er klassieke muziek staat en
een fles whisky op de grond en een vaas op tafel. Dat hoeft allemaal niet. We kunnen ook schrijven. We kunnen overal schrijven. En ook op je telefoon bijvoorbeeld. Of in bed of in de keuken. Maakt ons eigenlijk allebei niet uit. We kunnen zeker aan dezelfde tafel zitten te schrijven. We hebben ook een huisje in Zeeland. Dat is een heel klein huisje. En hoe groot is de eetkamer, denk je? Het is heel klein. En jij vindt het heel klein, hè? Vind jij het heel klein? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het gewoon alleen gezellig. En daar kunnen we ook tegelijk schrijven. En jij bent al zo'n 6 à 7 jaar geleden was je ook wel begonnen met schrijven, hè? En al die tijd zaten we dan samen te schrijven en ik vond dat heerlijk. Vroeger, op vakantie, dan zei ik moest ik zeg maar toestemming vragen of ik bijvoorbeeld even mocht schrijven voordat we naar het zwembad zouden gaan of zo. Maar nu begrijpt ze het. Nu schrijven we allebei. En ons kind is ook niet zo klein meer. Ik weet niet of hij in de zaal zit, het kind. Oh ja. Hallo Paolo, daar is het kind. En mijn kleine meisje is er ook. En kijk, Aart is er ook. Zijn er nog meer vragen? Rogier heeft een vraag. Buonasera. Buonasera, Rogier. De invloed van Pablo. Van onze zoon Pablo. Nee, hij vraagt aan jou. Op mij? Op mij. Moet in Spaans even vergeten. Bueno, pues si puedo decir que hay una influencia es que siempre cuando ha leído als hij iets van mij las, dan heeft hij mij altijd gestimuleerd om verder te gaan. En hij zei, en wat ik zelf, hij heeft het boek als eerste in het Spaans gelezen, uiteraard, en daarna in het Nederlands. En nadat hij het in het Spaans had gelezen, zei hij, mama, ik vind het geweldig, want jij bent het. Want soms in de vertaling, in het Nederlands, waren er soms wel eens woorden waarvan ik niet zeker wist of dat wel echt woorden waren die wel passen bij een meisje van die leeftijd. En dat vroeg ik dan aan Pablo. Er kwam iets van grote tieten voor, geloof ik. En dat het meloenen moest zijn. Bedoel je dat het niet ouderwets moet klinken? Nee, gewoon wat een passend woord is voor een kind. En volgens mij zei Anna dat meloenen een goed woord zou zijn. Dankjewel voor de meloenen. Ja, jij mag.
Podéis hablar de tú, porque tengo 65, pero bueno, todavía creo que se me puede hablar de tú. Pues la verdad, el título se me ocurrió porque mi padre, que era tan fantasioso, cuando decía que le iba a tocar la época ontleend aan het feit dat mijn vader... Mijn vader was er altijd van overtuigd dat hij ooit de loterij zou winnen. Het is nooit gebeurd. Maar hij zei, als ik de loterij win, dan krijg je een wit paard cadeau. En altijd kwam, of als je met poker wint, dan krijg je, geef ik je een wit paard cadeau. En in zijn jeugd had hij ook paard gereden en daar vertelde hij over. En daarom zei hij altijd, als ik de loterij win, dan krijg je van mij een wit paard. En mijn zus zou dan een zwart paard krijgen. En ik vond dat het in het Spaans mooi klinken, die titel. Misschien is het in het Nederlands een beetje een lange titel. Maar ik wilde graag dezelfde titel houden in het Nederlands. Ik vind het ook een leuke titel. Ja. Vanaf welke leeftijd vind je, voor welke leeftijd vind je het boek geschikt? Misschien 12 of 13? Er zit ook veel humor in. Er zitten veel grappige stukjes in. Er zitten verdrietige scènes in, maar ik denk dat een kind daar wel tegen kan. Maar het is luchtig, doordat het meisje er zit iets ondeugends, iets heel pittigs in het meisje. En ze vraagt altijd naar het, ze vraagt zich altijd af naar het waarom van de dingen. En ook bij de schoolscènes valt veel te lachen. Dus wat vind jij? Denk jij een kind van 12? Wat denken jullie die het gelezen heeft? Ja, want het is zowel triest als grappig. Er zit veel humor in. Gelukkig maar. Ja, ik wilde ook niet puur een drama. Ik wil. Amalia zei, ik wilde niet echt een drama schrijven. En Herman zei, nou, als nu een kind van 12 gaat lezen en die vervolgens niet kan slapen, dan is het jouw schuld. Goed. Is er misschien nog een andere vraag? Of zijn we... Anders gaan we afsluiten. Er is nog wel een stukje, een kort stukje wat ik nog wel wil voorlezen. Want ik heb daar zojuist aan het begin een komisch fragment voorgelezen en dan is dit een meer verdrietig fragment. Ik wil zo even uitleggen wat er vooraf is gegaan. Vader belt vanuit Sevilla en er is duidelijk iets ergs gebeurd. En Eugenia, de moeder, moet snel naartoe, naar Sevilla. Dat is wat er vooraf is gegaan. Even kijken of ik het hier heb. Even zoeken. Was het niet hier bij het papiertje? Ja, je hebt gelijk. Toen de bel ging, schrokken we. En tante Isabel kwam binnen. En ze keek rustig mijn moeder aan. En ze zei tegen haar, Eugenia, we gaan naar Sevilla. Ze gaf ons een kus en ging naar de slaapkamer met een bezorgde blik. En daarna kwam ze weer tevoorschijn met een klein koffertje om Miguel wachten op haar in de auto voor de deur. Ze gingen om 4:00 's ochtends weg. Mijn zus en ik bleven
in de eetkamer zitten, helemaal alleen in dat grote familiehuis. Het enige wat we hadden, het grote huis met zijn lege muren, waar rechthoekige bleke vlekken te zien waren. Plekken die leken te roepen om de schilderijen die daar eerst hadden gehangen, maar die door papa voor een slechte prijs waren verkocht. Ik durfde pas na een hele tijd naar mijn zus te kijken. We hadden het koud in onze pyjama's. Niemand had eraan gedacht om de verwarming aan te zetten. Mijn zus klappertanden en ze had hele dikke tranen in haar ogen. Net zo dik als de lekkage langs de muren. Haar wimpers waren ook kletsnat en daardoor leken ze nog zwarter en daardoor leken haar ogen nog blauwer. Ze ademde gejaagd en met elke ademhaling kwam een beetje verdriet naar buiten. Dat bleef hangen in de lucht. Maar daarna het verdriet liep op kousenvoeten door de kamer. En ik werd er bang voor, want Maria del Mar was altijd mijn grote zus. En zij was degene die ik nooit zo had gezien. En ik wist niet of ik haar kon troosten voor al die gekken die ons omringden. Ja, verdrietig stukje. Een laatste vraag dan ga ik je stellen. Mag ik je kussen? Geef je daar toestemming voor? Maar handen, niet met handen erbij. Handen weg. En? Zoals Jenny Hermoso zegt. En onze vrouwelijke voetballers, het is voorbij, het is klaar. We zijn er klaar mee. Dankjewel.